Kopman Robin Haase heeft Davis Cup captain Jan Siemerink laten weten dat hij ervoor kiest om zelf toernooien te gaan spelen. Het was wel verrassend, ja, toen hij dat zei. Met name ook dat ik het ook wel apart vond, omdat we van de zomer een goede wedstrijd hebben gespeeld tegen Oostenrijk, waarin hij een hele grote rol heeft gespeeld, ook in die overwinning zelf. En dan speel je tegen de huidige Davis Cup houder Zwitserland met grote namen. En dan denk je ook van ja, dat zijn ook de wedstrijden waarvoor je het doet. Ja, en als je dan voor dat soort wedstrijden afmeldt, ja, dat is verrassend. Ik respecteer zijn beslissing. Hij maakt die keuze om dat zo te doen. En dat is natuurlijk ook aan hem uiteindelijk. En zoals ik al eerder zei, ja, het zou niet mijn keuze zijn. Maar goed, we hebben in het leven allemaal wel eens dat we andere keuzes maken. Het is jammer, want hij is gewoon een vaste waarde in het Davis Cup team. Maar goed, ik begrijp zijn keuze en dat respecteer ik. En ik hoop voor hem dat hij het hartstikke goed doet, zodat de keuze voor hem goed uitpakt. Ook Igor Seisling is er niet bij tegen Zwitserland, omdat hij nog maar net hersteld is van een knieblessure. Ja, Igor heeft aangegeven niet fit genoeg te zijn voor een best of 5 in de Davis Cup verband en zich daarom niet beschikbaar gesteld. Een fitte Seisling en een fitte Haase die vol kunnen spelen, dan ben je als team sterker. Dat lijkt me duidelijk. Maar goed, dat neemt niet weg dat we met deze spelers er ook alles aan zullen gaan doen om een goed resultaat neer te gaan zetten. En dat we onze huid duur gaan verkopen en vechten tot het eind. We hebben niks te verliezen. En weet je, de jongens zijn gewoon goed, maar dat wisten we van tevoren. Alle teams die play-off spelen voor wereldgroepen zijn goed. Alleen als je Federer en Wawrinka allebei gaan spelen, dan is het natuurlijk wel een groot verschil. Het gat dat Haase en Seisling achterlaten moet worden opgevuld door Timo de Bakker en Jesse Houtagalung. Maar beide verloren in Alphal in de eerste ronde en zijn dus niet bepaald in topvorm. Dat is niet de vorm die nodig is om Federer en Wawrinka te verslaan natuurlijk. Je bent realistisch, maar je gaat overal voor. Ook al moet je hoge bergen beklimmen, je gaat die uitdaging ga je aan. En dat gaan we nu met het team ook. Natuurlijk zijn Federer en Wawrinka, zeker als je al kijkt naar de plaats op de wereldranglijst, is natuurlijk een enorm gat tussen ons team en die twee. Maar dat neemt niet weg dat we er niet alles aan gaan doen om een goed resultaat neer te zetten.